Zo nou mensen, ik heb er zin in vandaag. Want vandaag begint de lente. Officieel begint vandaag de lente. Ja, wat moeten we daar nou bij tekenen? Wacht, we verzinnen wel wat. Doe je weer mee? Goed, het begin van de lente. Laten we eens een vogel tekenen. Dat is nog niet zo makkelijk. Zo, een snavel. Ik wou eigenlijk een mus tekenen, maar ik weet niet of dat zo lukt. Dus meer een duif lijkt het bijna wel. Nou, ik ben niet zo goed in vogels tekenen. Maar laten we het maar proberen op deze manier. Zo. Ik weet niet of dit een hele goede mus is zo. Het is in ieder geval een vogeltje. Mooi begin van de lente, zou ik zo zeggen. Ik kan hem op het takje zetten. Goed. Je zou kunnen kiezen voor bloemetjes. En als je die bloemetjes natuurlijk nu allemaal in een boom plaatst. Ja, dan is het gewoon bloesem in een boom. En dan is dat ook lente, hè? Kan dat ook fungeren als lentebloemetjes? Kijk, als we daar nou gewoon zo een struik omheen tekenen. Dan staat die struik in bloei. En dat is ook een teken van de lente. Vogels kan je natuurlijk ook gewoon zo tekenen, of zo. Je zou ook nog een zwaluw kunnen tekenen, al vind ik dat weer meer iets voor de zomer. Het teken van het begin van de zomer en het is nu begin van de lente. Ik zou zeggen, ga zelf oefenen met een vogeltje tekenen. Probeer eens wat bloemen te tekenen. Er zijn verschillende soorten bloemen. Je kan ook nog narcissen, krokussen, tulpen. Die hebben we al eens een keer getekend natuurlijk. Ik zou zeggen, ga lekker oefenen. Begin van de lente, als het mooi weer is, kunnen we natuurlijk ook lekker al naar buiten om van het mooi weer te genieten. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!